Julle onthou seker almal die toneelstuk en film van se trein. Maar het julle al gehoor van Fanie se lokomotiewe? Wel, die Baba lokomotiewe is 'n stokperdjie wat hom Fanie nou al vir dekades lank bedrywig hou. Op sy rype ouderdom van 87 het hy pas weer een klaar gebou. Janet gaan stoom afblaas op rivier sonder end. Hy was 'n klonk van Williston, die seun van 'n spoorwegpa net na die Groot Depressie jare. En treine sou uiteindelik baie meer in sy lewe beteken as bloot sy pa se brood en botter. Want die wat my pa op die spoorweë gewerk het daar in Riebeek Wes. Dis daar waar hy op die trolley wat laatmaal huis toe gekom het gesit en studeer het. Toe het hy pos gekry in die Kaapstasie as 'n waanrytige ondersoeker. En toe het ons nou Peru toe getrek. En daar het ek nou uit skool gegaan. Ambag geloop. Ja. En vrou gesoek. Toe oom nou begin, soos die ou mense altyd gesê, toe oom begin 'n verstand kry, was dit maar in die treine. So daar is die liefde gekweek en daar het alles begin vir oom as dit kom by die treine. Ja, nee, dit is so. Jy weet, op daai stadium met my die enigste ouma wat ek geken het. Sy het vir ons van tyd tot tyd op Riebeek Wes kom kuier. En as jy nou huis toe gaan, het ons daar op die trein gesit op Riebeek Wes op die stasie. En ek sal nooit vergeet, as die trein wegtrek en ek sien daai laaste as draai, soos die trein wegry, dit het my gefassineer al van daai tyd af. Toe daar vanaf oom het gepraat van Kaap, toe daar sien jy toe 'n ander trein. Ja, dis reg, ja. Dit was 'n afgeskaalde stoomlokomotief, hy is 112. En dit was deur 'n ouman gebou wat in die werkswinkel gewerk het in die spoorweë. Maar hy was in 'n glaskas gewees en jy kon 'n penny daarin gegooi het. Ek praat nou nie die jare van die pennies, nê. Nee. Jy 'n penny in hom gegooi het en dat hy geloop. En die drywer het tot vir jou gewaai uit die kant uit. Wow. Dit het my verskrikkelijk gefascineer dat een mens so 'n ding kan bou wat precies soos die grootte is. En ek het op 'n stadium van my begin te sê, maar as ek groot genoeg is, wil ek ook so 'n ding hê. Hy sou later jare by Eskom werk en begin in 1961 sy eerste lokomotief bou. Ek het saam met hom gewerk en hy was net so versot op treine. Kom hy een dag by my en toe sê vir my, ek gaan nou 'n lokomotief bou wat gaan werk soos die groot een. Toe sê ek, meneer man, toe bring hy vir my 'n boekie met die naam van Practical Mechanics. En daar is 'n ou man, LBC in Engeland. Hy is baie wel bekend onder al die moderne ingenieurs. En hy het die ding begin het parkie vir parkie gebeskryf in daai boek. Toe sê ek vir my, Jimmy, as jy dit gaan beginne, dan ek ook saam met jou beginne. En daar het ek toe die malpert opgeklim van treine bou. Hy is gebaseer op, dit was die heel laaste stoomlokomotief wat in Engeland gebou was vir Engeland. Net kort na ek om begin het, ek verloof geraak en toe in 1963 het ek getrou en toe is my geld op. Toe in 1971 het ek 'n draaibank gekoop, toe ek aan weer 'n bietjie geld gehad. Toe in 1971 toe kwalifiseer ek vir huislening by Eskom. Toe begin bou die huis en toe is my geld weer 'n slag op. Toe Douwermans begin het teel. Geskou met hulle en ek het selfs 'n kampioen geteel ook. En toe ek nou in 1983 oorgeskuif het na die hoofkantoor toe in Bel, wat hulle besig was om te bou. Toe het ek weer met hom gebegin en toe in 1986 het ek 25 jaar na hom begin het te hom klaar gemaak. Tjo, kuier het geloof, 25 jaar later. Ja. Toe hom nou begin bou het, ek dink nogal, en vooral vir suits, mens moet die regte gereedskap, die regte toerusting het. Ja, jy weet, daar had ek baie gehou besef. Ek dink ek het nou 'n bietjie ding gepak wat nie, wat te groot is. Want ek het gedink ek kan met 'n handboormasjienkie in 'n ystersaag in 'n vuil 'n lokomotief bou. En ek kon die raamwerk daarmee gemaak het. En dit is toe waar ek 'n bietjie geloop rus het eers toe wat ek die geld gehad het om 'n draaibank te koop. Die eerste lokomotief was bloot die begin. Nog voor hy kant en klaar was, het hy reeds begin materiaal aanskaf en die tweede een het kort op die eerste se spore gevolg. Hoeveel lokomotiewe het Fanie al oor die jare gebou? Al 5 van hulle gebou. Wow. Die ene is 'n 16 DA. Daar was net 6 van hulle gebou. Dit is 'n ontwerp wat 'n Suid-Afrikaanse ingenieur op die spoorweë geontwerp het om 'n beter
beter vuur te krijgen. Dat is een 19 deed, dat is die ene keer dat ik gebouw na hom. Dan hier die prachtstukje achter mij. Dat is die selle ene is hierdie ene, maar net op een grote skaal. Hierdie ene is 1/12 van een skaal en daar ene is so plus minus 1/8. Okay. En hoe lang het hy geneem? Het is die laatste ene om klaargemaak? Dat is die laatste ene wat ek klaargemaak het en hy het vir my 8,5 jaar gevat. Hierdie ouke leef hoe van die baie na in die hart toekom. Dit is reg, ja. Van die eerste plek is die 15F was een van die meest gesochte locomotieven. Die drijvers en die stokers het altijd met lof gepraat van die engine. Hij was ook die eerste Zuid-Afrikaanse engine wat ek gebouw het. Die eerste enige wat ek gebouw het, my pa, het nog geleef in die tijd wat ek om begin gebouw het. En hy het altijd my gesê, nou, hoe kom ek nou een Engelse engine bouw, man? Bouw een Zuid-Afrikaanse engine, dat is baie beter en baie mooier dan die Engelse engines. En toe ek nou daar met die ene klaas, toe ek met die ene begin. Daar in je het samen die spoor en die concrete waar die spoor op is, zo so plus minus 5 jaar gevat waar hij klaar is. Maar daar in je draagt mijn vrouw zijn naam. Ah. Om een eenvoudige reden, mijn vrouw heeft nog niet één dag op mijn pad gestaan om mijn stokpijkje te beoefenen. Toen ik afgetreden heb, ik s'ochtends 8 uur heb ik begonnen met hem. 10 uur heb ik opgehouden met voor een beetje thee. En dan heb ik weer verder gewerkt tot 12 uur, wat etenstijd was. En dan heb ik zo voor 30 uur gaan rusten. Dan heb ik weer werkzaamheid gegaan en gewerkt tot 3 uur toe, thee gedrank. En dan heb ik gewerkt tot 5 uur toe. En 5 uur heb ik weer gaan stort, schoon aangetrek en dan was het tijd voor die familie. Die onderdelen voor die bouw van die locomotieven, waar krijg je het? Maak het zelf hier. Alles hier? Hier worden we te gaan doen. En die plannen daarvoor om? De partij van die locomotieven heeft ons die volschaalse tekeningen gekregen van die spoorweer, maar dat het later aan ook verdwijnt. Zo hier die laatste jaar wat ik gebouwd bijvoorbeeld, heb ik CD gekregen. En daar was 322 plannen daarop. Ik wonder altijd dat gevoel wat een mens krijgt, hij nou na jaren zo gewerkt het aan een locomotief. En hij is nu klaar en hij staat nu daar, of van hij staat nu zo terug. Hand in die zin, omkijk nu zo naar die locomotief. Dat gevoel wat hij ook krijgt, hij van zijn satisfactie. Kom, ik zie je, dat is partij slag gemengde gevoelens. Je weet partij slag, kan je niet, het ik erg die ding zelf gemaakt. Maar als hij eerste keer loopt, dan is het een ander gevoel wat je krijgt. Een gevoel van tevredenheid. Maar als hij die dag op je spoor komt en hij trekt het rond mensen, dat is die kersje op je koek. Omfani, wat is het van locomotieven en treinen wat voor je zo bekoor? Kom, ik zeg je, een locomotief. Hij is de samenvatting van alle ambachten die ik kan omdenken. Hij is mechanisch, hij is elektrisch, houtwerk, pijpwerk, boilerwerk, alles is in één ding gezet. En dat is wat ons zo laat ik dan hoort voor alles. Net zijn geliefde locomotieve is Fanny Borman duidelijk een man wat ritmisch voerend te beweeg en voor geen uitdaging terugstaan. Een les en inspiratie voor ons allemaal.